wat dan wel of niet waar is, heb ik in ieder geval een team om me heen met Scooby-Doo's. Word ik gegangstart, word ik gecyberpest. En gaat het verder als dat? En noem ik het vanaf nu gewoon team, team pedo's. Team pedo's beschermen. Dus dat is echt gewoon een Jannie van Diepen, een Andy Wilkie, een Lin Wilkie, een Medi Wilkie. Dat is echt gewoon een Steven Schoonhoven, een Sandra Welborn Meilink met Wesley. Dat is echt gewoon Evert Gazant, Nicole Gasseling met haar ouwe uit Groningen daarboven, die Danielle. Dat is echt gewoon de nieuwe buren die zogenaamd naar de kerk gaan, Sabrina en de vriendje die nachtmerries heeft over een jongen waar Lynn ook mee omgaat of ging. Dat is echt Alex de Vos. Dat is echt die buurvrouw boven hem die in contact staat met Sandra. Dat is echt gewoon Chris Volgers, Inge de Bruin, Joey Zomer. Dat is echt Brabo, Alice Ellis. Dat is echt Hans van Os. Dat is echt Kevin Shelby. Dat is echt Marco de Connector. Die groep. Dat is zelfs mijn groenteboer met de mensen daaromheen. Allemaal team pedo. Team erfenissen stelen. Team helpen iemand de mond te snoeren. Team incest verstoppen. Maar voornamelijk gewoon team pedofielen. Want dat is wat ze doen. Het beschermen, het helpen stelen. Ze hebben sowieso met z'n allen mij geïsoleerd. Zijn allemaal aan het doen alsof ze niet zien van het plagiaat wat bezig is. Nou, de mensen die het plagiaat zien, kan ik ook 100 namen opnoemen. En dan de laatste video van je vriendje, kijk mee. Zag ik alleen maar ratten en slangen tussen Jury en Willem Engel in. Maar als je het hele toneelspel snapt, lach je alles weg. En daarmee weten gewoon meer en meer mensen wat er aan het spelen is. Dat er van mij mijn destiny gestolen wordt. Mijn erfenis gestolen wordt. Dat ze al jaren aan het stelen zijn. Ja, en de bromtoon, de spirituele verlichting. Alles gaat tegen jullie kerk. Ik weet het, want ik kom het desnoods zelf doen. Maar eerst krijgen we april nog.